Jobertjes, en vandaag heb ik hier voor jullie een uitlegvideo hier op mijn kanaal. Want ik heb al meerdere keren de vraag gehad hoe ik nou mijn Asgore A40 die jullie daar zien hangen op mijn computer aan kon sluiten en op mijn PlayStation. Waardoor ik dus geluid uit mijn computer kreeg. Bijvoorbeeld als ik op Teamspeak of op Skype zit. En natuurlijk de game sound van mijn PlayStation 4 ook te horen krijg. We gaan beginnen met de Asgore zelf hier zo. Want daar zo heb je natuurlijk het kabeltje naar jouw mixamp. Die doe je natuurlijk daar gewoon in. Waardoor je natuurlijk gewoon al geluid krijgt van jouw Astro naar jouw... van jouw mixamp naar je Astro toe. Dan, wat je dan nodig hebt is de optische digital kabel die hier achter zit. Die uit het kastje komt. En die doe jij in jouw PlayStation. Die zit hier, dat is deze kabel die jullie hier zien. Dit kabeltje hier. Die zorgt ervoor dat het geluid van jouw PlayStation 4, wat jij dus aan het spelen bent, speel je GTA of Black Ops 3, GTA 5, Ghost, Advanced Warfare, Battlefront, wat je ook speelt, hoor je dan door je headset heen. Maar op dat moment hoor je nog niks, omdat natuurlijk de mixamp die jullie natuurlijk hier zien geen power heeft. Wat je dan doet, is de kabel die jullie hier zien, dat kleine kabeltje die links voor jullie rechts zit, voor mij links op dit moment. Dus deze hier zo. Die doe jij van de achterkant van de mixamp helemaal hier zo naar de PC toe. In een USB-poort. Dat kan hier aan de voorkant zijn. Dat kan aan de achterkant zijn. Dat ligt er maar net aan waar jij dus jouw USB-stick wil hebben. Als jij een USB-hub hebt, kan je hem daar ook in doen. Ik raad het wel aan om het in een USB te doen die van jouw PC zelf is. Dus geen extender. Simpelweg omdat het is geluid. Dus je hebt kans dat het dan wegvalt als het in een niet echt sterke USB-poort zit. Wat je dan vervolgens moet doen op jouw computer is naar hier zo instellingen gaan. Afspeelapparaten. En dan hier zo de oortelefoon of hoofdtelefoon zoeken die je hier ziet van de Astro. Die moet je dan vervolgens aanklikken om natuurlijk geluid door je Astro te krijgen. En als afspeelapparaat heb jij de mixamp nodig die je ook bij je Astro krijgt als het goed is. Dan moet alles het doen. Dus ik hoop dat ik jullie een beetje met deze video geholpen heb. Omdat het best wel vaak gevraagd werd namelijk. Dus je hebt sowieso zo'n kastje nodig. Althans, het ligt eraan wat voor headset je hebt. Wat je nodig hebt is een optische digitaal kabel, een USB kabel en een kabel die naar je headset gaat. Die drie dingen heb je nodig. Zo heb ik het ook gedaan met mijn PlayStation 3 natuurlijk. Stel als ik op de PlayStation 3 opneem. Wat ik dan doe is dan pak ik gewoon mijn optische digitaal kabel eruit. En dan zet ik die hier in mijn PlayStation 3. Maar zoals jullie weten upload ik bijna niks meer op de PS3. Simpelweg omdat Black Ops 3 of Black Ops 2 niet meer echt speelbaar is. Ik hoop dat ik hiermee jullie geholpen heb een beetje. Als ik je geholpen heb, laat even een blauw duimpje omhoog achter. Ook al heb ik je niet geholpen, laat alsnog een blauw duimpje omhoog achter. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie weer bij de nieuwe video van morgen. Zoals ik altijd zeg jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!